15 juli is het 26 jaar geleden dat het oosten van Frankrijk werd opgeschrikt door een enorme aardbeving. Per jaar vallen er gemiddeld maar liefst 20.000 doden door dit krachtige natuurgeweld. Ik ben Fred Heindijk uit Deventer en ik heb in 1996 met mijn gezin een aardbeving in Frankrijk meegemaakt. La journée, les pompiers d'Annecy sont intervenus à titre préventif pour dégager des cheminées et des plaques de béton qui menaçaient de s'effondrer. Gendarmes. We lagen te slapen. Onze dochter lag in een tentje naast de caravan en we dachten van, nou, toen dat gerommel aan de caravan begon, van nou, stel jonge lui waren bezig om lolligheid uit te halen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn, want iedereen stormde naar buiten van, blijf van mijn caravan af. Maar ja, er was geen mens te zien. Maar het was Het was de aardbeving. Aardplaten die lopen dus op heel veel plekken over de wereld. Maar grappig genoeg loopt er niet echt een hele actieve aardplaat door Frankrijk. Er ligt er wel één en die is heel af en toe actief. Maar dan niet zo actief als de meeste andere platen. Dus deze man heeft best wel wat pech gehad. Toen ik wakker werd, hoorde ik dus het schemerlampje aan het plafond tegen het dak aanslaan. Zo hard ging dat. Dat is heel vreemd. Dat is moeilijk te beschrijven wat je dan voelt. Alsof je... Ja, of je lichtelijk aangeschoten bent, dat je een beetje op je benen loopt te zwiemelen. Je raakt een beetje gedesoriënteerd. Het gevaar zit dus vooral in het feit dat je huis kan instorten. En dat je niet op tijd op de juiste plek staat en dus onder een puin komt. Het bewegen van de aarde, je moet je vasthouden aan de caravan. Verdraait de flits door je heen van, ja, heb ik gisteren te veel gedronken? Nee, helemaal niet. En zo schieten er allerlei gedachten door je hoofd heen. Al je zintuigen staan op scherp van, wat gebeurt hier? Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Wat ga ik doen? Hoe moet ik het doen? Wat kom ik tegen? En dat zijn allemaal elementen die flitsen je door je hoofd heen. En ja, dan ga je maar uit een bepaalde routine ga je dingen doen. Op het moment dat je in een aardbeving terechtkomt, moet je snel handelen. Zo binnen 10 tot 20 seconden wordt die aardbeving alleen maar zwaarder. En op het zwaartepunt moet je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld onder een bureau zit en dan vastpakt aan de paal van het bureau. Of in een deurpost staat. Dat zijn toch wel de plekken die enigszins makkelijker overeind blijven en bescherming bieden tijdens een aardbeving. Maar dan loop je de camping af en je loopt naar het dorp toe en dan zie je toch puin op de grond liggen, puin op geparkeerde auto's. Nou, dan zie je, nou, dat is toch wel schoorstenen die afbraken, gevels die... Die omgevallen zijn, dat is toch wel aanzienlijke schade. Want volgens mij was het 5,1 op de schaal van Richter. Dus dat was toch best wel een forse. Ondanks dat aardplaten toch nog maar 2 centimeter per jaar langs elkaar heen schuiven, kan er zo'n kracht ineens bij vrijkomen dat het ineens plotseling gaat en je dus een hele sterke aardbeving hebt.